1, 2, 3, 4, ruim 5 meter breed is de 2000 jaar oude weg. Een bijzondere verrassing. Euforie, fantastisch. We wisten wel dat we hem zouden kunnen verwachten, maar we hadden niet echt een goed idee waar die precies zou liggen. Je moet je voorstellen dat die weg door heel Nederland werd aangelegd. Dit is een klein onderdeel ervan, de weg van Katwijk naar Leiden toentertijd. En dat is op een project geweest van grote schaal. Het is vrijwel aan één stuk aangelegd in het begin van de tweede eeuw. En ja, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Was het een soort snelweg? Het was een soort snelweg inderdaad. Het was een verbindingsweg die de Romeinen gebruikten om snel en efficiënt van plaats naar plaats te geraken. De vondsten liggen aan de uiterste noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Eerder vinden archeologen hier al een Romeinse nederzetting. De oude weg is gefundeerd met eikenhouten palen. Ja, de weg was aan het maaiveld in ieder geval opgebouwd uit een grondpakket met daaroverheen een grindlaag. En om dat grondpakket en die grindlaag vast te houden, werd er een houten constructie aangebracht. En vaak zijn die palen weggerot gedurende de tijd. En dan hou je eigenlijk alleen maar verkleuring in de grond over. Het mooie aan deze Romeinse weg hier is dat die palen voor een groot deel wel bewaard zijn gebleven. En er zijn plannen om de Romeinse weg zichtbaar te houden in het nieuwe landschap langs de N206. Het archeologisch onderzoek duurt nog enkele weken. De werkzaamheden aan de Rijnlandroute beginnen volgens planning in de tweede helft van volgend jaar.